Yo, dan mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games for Real. En in deze video, zoals je aan de titel kan zien, ga ik de Q&A nu opnemen. Dus let's fucking go. Zo mensen, we zijn bij de eerste vraag aangekomen. En voordat we bij de eerste vraag gaan beginnen, op de achtergrond gameplay zien jullie een Killcofun potje op de map Frontier met de FHR waar een nieuwe variant op zit. Dus geniet lekker van de gameplay. Ik ging er super chill in. Dus geniet lekker van de gameplay terwijl ik de vraag ga beantwoorden. De eerste vraag is van Just Ashi en die vraagt 1 miljoen subs maar fake vrienden of 10.000 subs maar echte vrienden? Hele goede vraag trouwens Ashi. En dat is een heel makkelijk antwoord. 10.000 subs maar echte vrienden. Met 10.000 subs kan je heel veel bereiken om groter te worden. En ja, 1 miljoen subs is fucking ziek, maar zonder vrienden om mee op te nemen of die je gaan naaien omdat ze fake en toch alleen maar meedoen omdat je groot bent, weet je wel. Gewoon 10.000 subs en echte vrienden en dan gewoon lekker voor het plezier YouTube doen met vrienden en natuurlijk afspreken met vrienden. Dus gewoon 10.000 subs en echte vrienden. Op naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van dit is Wout, oftewel Wouter natuurlijk. Als je 1 minuut een random winkel gaat winkelen, welke winkel ga je dan? Hele goede vraag, ik vind deze wel leuk trouwens. En toen ik hem las, wist ik al gelijk welke winkel en dat is de Mediamarkt. De Mediamarkt heeft natuurlijk alleen maar technologie, dure spullen en what the fuck dan ook. Dus je kan 1 minuut zo snel mogelijk naar de PC's gaan. Monitoren, alles, PlayStations. Ik zou gewoon echt 10 PlayStations nakken en dan gewoon eentje weggeven of twee weggeven en dan de rest allemaal verkopen. En ja, gewoon met tv's en wat kan je allemaal meenemen, camera's, what the fuck, alles is zoveel waard. Dus je kan het zoveel verkopen. Dus ik zou voor de Mediamarkt gaan. Ja, een autowinkel kan je ook doen, maar als je de hele tijd een auto mag aantikken en dan die mag meenemen, zou ik dat ook wel doen, want dan kan je nog meer winst maken. Maar ik denk dat ik toch voor de Mediamarkt ga, want dan kan ik ook wat zelf gaan houden. Dus goeie vraag Wouter, op naar de volgende vraag. Volgende vraag is van Rodney, a.k.a. Games for Real fan, hij zegt Smikey. Dat is Rodney natuurlijk, hij is heel vaak bij. Thanks Rodney voor de support man, echt sick. Hij zegt, hij heeft twee vragen trouwens. Vraag 1, stel je hebt nog maar 1 dag te leven en je mag alles doen wat je wilt, wat zou die dingen dan zijn? Als ik nog maar 1 dag te leven heb, zou ik 1 gekke auto stelen gewoon, weet je, fuck dat. Weet niet hoe ik eraan gekomen, ik zou echt bungee jump, ik zou alles doen wat ik niet zou durven. Ik zou, ik zou echt allemaal gekke dingen gaan doen. Ik zou gewoon op straat zo een beetje raar doen of, ik zou ook, als ik nog maar 1 dag te leven had, mijn YouTube kanaal weggeven. Gewoon, weet je, iemand kan daar wel gelukkig mee worden. En ik zou gewoon, gekke dingen doen wat je normaal niet zou doen. Dus auto's, jat echt, gewoon ook al ben ik dan 14, hè, gewoon keihard over de snelweg proberen te rijden, want ik kan nog niet rijden. Dus ja, zoiets zou ik doen, gewoon een auto jat en dan kut of zo. En bungee jump en gekke shit doen. Zoals parachute springen of zo. Maar je hebt nog een vraag. Vraag 2. Wat wil je in de toekomst doen qua YouTube meetingen? Qua YouTube sowieso. Als het nog kan. Dat ik gewoon. Stel hè, ik ben 18. Hè, ik heb rijbewijs gehaald. En ik heb wel wat geld gespaard. En YouTube doe ik nog steeds. En het wordt nog steeds super goed ontvangen. Want hoe de fuck. We hebben echt sicke shit nu ontvangen jongens. Alle support is echt intens, dus super thanks daarvoor trouwens. Dus als het YouTube nog steeds zo leuk zou vinden, zou ik, we hebben echt een lekker aantal subs bereikt, zou ik een meeting houden, goed organiseren, waar gewoon, ik weet niet waar, maar het zou ik wel een meeting noemen, want we moeten een keer met gewoon de hele Games for Real squad gewoon een keer afspreken, man. Want ja, ik ken jullie al fucking lang, voor mijn vrienden trouwens, en die wil ik echt een keer echt zien. Dus ik zou sowieso een meeting houden en dan kunnen we gewoon een beetje een leuk praatje maken. Of de foto, als ik dan heel groot ben, weet je wel. Dus Ronnie, goede vraag man. We gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van ManXFX, oftewel Casper, mijn intro designer en outro designer. Dus thanks nog daarvoor Casper. Casper vraagt, wat is de leukste game die je ooit hebt gespeeld? En in welke game heb je de meeste uren? Hashtag Q&A. De leukste game. Ik zit te twijfelen tussen GTA en COD, maar is COD dat je alleen bijvoorbeeld COD Black Ops 3 of Infinite Warfare of echt in het geheel COD? Laten we er even vanuit gaan dat er gewoon alleen Infinite Warfare en COD Black Ops 3 zou zijn. Ik zou dan voor GTA gaan. GTA vind ik het leukste spel, want je kan heel veel dingen doen. Je hebt gewoon je kan alles zo wat doen wat je in het echt niet kan. Dus ik zou voor GTA gaan en ik denk dat ik dat ook het minste saai ga vinden als ik dat de hele tijd moet doen. Dus ik zou voor GTA gaan. En welke game heb je de meeste uren?
Ik denk ook GTA, ook wel kan ik het niet precies nagaan, want ik heb andere accounts gehad. Ik heb, weet ik veel dat, er zit sowieso wel wat dagen in, dat weet ik wel zeker, qua uren. Op Black Ops 3 had ik iets van 13 dagen playing tijd of zo. Dus ja, ik denk GTA is de meeste uren dat ik dat heb gespeeld, dat denk ik wel, ja. Maar goede vraag, Casper. We gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van de boze wolf, oftewel Amber. 5 keer met Jurassic opnemen of een shout-out van PewDiePie en PS Dylan. Ga zo door, man. Dit is een moeilijke vraag. Ik weet serieus niet. Ja, kijk. 5 keer met Jurassic opnemen. Is het dan echt 5 keer dat je nooit meer met hem mag opnemen of kan opnemen? Of dat je dan na 5 keer bijvoorbeeld misschien toch weer verder mag opnemen met hem, omdat hij het zo leuk vindt of zo, weet ik veel. En shout-out van PewDiePie. PewDiePie heeft natuurlijk heel veel internationale hoe heet dat? Kijkers. En ik denk niet dat hun echt geïnteresseerd zijn in mijn Nederlands kanaal. Want ik ga nooit Engels doen. Mij lijkt dat gewoon niet zo leuk. Ook al wel, kan je wel echt veel views pakken. Maar ja, ik vind dat niet zo leuk, Engels praten. Ik zou denk toch voor 5 keer met Jurassic kunnen opnemen. Puur omdat het ook mijn idool is. En ik heb hem fucking chill vind. Dus ik zou voor 5 keer met Jurassic opnemen. Want ja, PewDiePie, daar heb je allemaal subs gekregen. Echt 1 miljoen of zo, stel hè. Maar dan kijkt niemand toch in een daalt het de hele tijd af. Omdat niemand je kan verstaan. Dus ik zou toch voor met Jurassic opnemen. Dus goede vraag, Amber. Goede vraag. We gaan door naar de volgende vraag. De volgende vraag is van Iso, oftewel Isa natuurlijk. Waarom ben je met YouTube begonnen? En ja, dit zit een verhaaltje aan vast. Waarom is... ik was een keer in een groep 8 of 7 Jurassic aan het kijken. Hè? Ik kijk altijd YouTube voordat ik naar school ga. Dus ik ging dat ook weer doen. En ik keek dus Jurassic op dat moment. En ik dacht van... Ik keek deze guy al best wel lang en vaak ook. En ik dacht van, weet je, ik wil ook in de YouTube-wereld. Ik wil ook eens kijken hoe dat gaat, hè. En dan wil ik gaming gaan doen, want ik was echt een gamer ook toen. En ik was rond, ik ben nu 15 bijna. Was ik iets van 12, 11 zo leeftijd of zo, denk ik? Ja, of nee, 13 niet. Want het was nog voor de brugklas. En toen ging ik dus naar school. En ik zei van, hey jongens, ik ga een keer een YouTube-kanaal beginnen. En toen was ik nog niet echt van, ik ga het zelf doen. Laten we het met een groepje gaan doen. Dus ik zei zo, kom bij elkaar en dan wou heel veel mensen doen. En uiteindelijk ben ik met Rick doorgegaan en Rick is na een tijdje ook afgehaakt. En toen heb ik het kanaal zelf verder gezet. En ja, ik ging echt super lekker en zoals je nu ook ziet aan mijn video's, we zijn echt keihard gegroeid. En waarom ik wou het gewoon puur ook ervaren hoe het YouTube bevalt en wat dan ook. En ik vond het leuk om filmpjes te maken. En het begon ook allemaal met games opnemen met mijn telefoon op mijn mooie tv. Dus dat was een beetje vaag. Maar nu is het helemaal verbeterd, dus dat is super tof. Dus Isan, thanks voor je vraag. We gaan door naar de volgende vraag. De volgende vraag is van Mans Perez. En Mans vraagt Q&A. Broodje dunner of een broodje shawarma? En ik vind ze allebei super lekker, maar ik ga toch voor broodje shawarma. Puur omdat het gewoon, ja, dat is gewoon, shawarma is subliem. Het is gewoon perfecto. Mannes, jongen, leuke vraag, man. We gaan door naar de volgende vraag. En dat is van Tom Zandstra. En die vraagt, wat wil je nu nog echt bereiken met YouTube? En dat is sowieso een hoger aantal subs. Dat is gewoon voor de hand liggend, weet je wel. Je wilt altijd groeien en altijd meer mensen hebben. En wat ik echt wil bereiken is, een mijlpaal help ik niet echt. Oké, stel wij halen 20.000 abonnees, ben ik wel super blij. 100.000 kan er misschien ooit in zitten, dat weet ik dus niet. Maar natuurlijk zoveel mogelijk subs een aantal halen lijkt me super vet. En gewoon nieuwe mensen in te telen, nieuwe mensen er weer bij. Gewoon lekker knallen, gewoon leuk hebben ook. En ja, mij lijkt gewoon leuk om later ook nog gewoon steeds een lore hebben in videos maken. Dus wat ik wil bereiken is gewoon nieuwe aantal of hoger aantal subs. Super toffe mensen erbij en gewoon nog steeds doorgaan. En voor de rest weet ik niet echt wat ik wil bereiken. Misschien een keer, ik weet het echt niet. Gewoon dat denk ik. Super leuke vraag, Tom. We gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van Glenn. Als je mocht kiezen, liever een Audi R8 of een Tesla? En deze vraag vind ik best wel lastig. Want een Audi R8, gast, een Audi R8 is gewoon een sikke wagen. Maar een Tesla is schoon. Maar ook een hele sikke wagen. Dus ik dacht zo van, hè, welke kan je nou als je die koopt het beste nog tunen qua spoilers en dit en snelheid. En toen dacht ik van, weet je, een Audi R8 ziet toch echt, dat lijkt me gewoon het vetste, weet je wel. Dit is gewoon, een Tesla is natuurlijk ook elektrisch, dus ja, ik vind elektrisch natuurlijk goed voor het milieu. Maar het geeft niet echt die kick van, weet je wel, ik rijd hard in een bal. Het zal waarschijnlijk wel ook op misschien een dieselmotor overgaan, maar toch ga ik voor de Audi R8, puur omdat ik die ook fucking vet vind. Dus jongen, Glenn, jongen, leuke vraag, man. We gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag
Vlaag, wat? Vraag is van Watch Vlogs. Watch Vlogs. En hij vraagt, wat is je favoriet YouTuber op je Raski na dan? En ik heb meerdere favoriete YouTubers. Ik heb Dylan Hagens, die ik heel tof vind. Stuk TV vind ik natuurlijk heel sick. Even denken, wie kijkt er nog meer? Ik vind Linda, de vriendin van Jaraski, vind ook hele leuke video's maken. Ja, Jaraski kijkt alsnog het meest, maar dat is ook Stuk TV, Dylan Hagens. Onze twee kennen jullie vast ook wel, dat vind ik ook wel grappig om te zien. En ja, dat zijn denk ik mijn favorieten. Ik heb niet één echt... Ja, misschien Stuk TV dan, dat ik die dan nog het leukste vind. Want ik vind dat wel vet, het jachtseizoen en hoe hun video's maken, vind ik fucking professioneel. Dus ik denk dat ik toch ga voor Stuk TV. Goeie vraag was je vlogs, jongen. Goeie vraag. We gaan door naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van Tommy Games. En Tommy vraagt, als je ouders, je ouders waarschijnlijk zal dat zijn, gescheiden zijn bij je moeder of bij je vader. En dat is een heel moeilijk verhaal bij mij, want mijn ouders zijn gescheiden. Dus het is echt zo, mijn ouders zijn gescheiden al toen ik 2 was. Dus dat is nagaan, dat is al 13 jaar leven met gescheiden ouders. Ik zie mijn vader al 4 of 3 jaar zoiets niet meer. Dus ik woon eigenlijk bij mijn moeder. Dus ik zie mijn vader niet echt meer. Ik hoef hem ook eigenlijk niet meer te zien. Dus ja, ik ga voor bij mijn moeder wonen. Ja, het is gewoon, het is ook echt waar. Dus ja, ik kan niet anders kiezen. Dus ik ga voor mijn moeder. Hey, goede vraag Tom. Ja, is een goede vraag. Hashtag YellowHD vraagt. Wat vind je van Jaraski? Love naar jou. Eten Yellow, love terug naar jou natuurlijk. Super awesome. Wat vind je van Jaraski? Daar zijn gewoon bijna geen woorden voor. Het is gewoon... Het is insane. Hij is ziek. Hij uploadt fucking goede kwaliteit. Hij is grappig. Hij is ook gewoon droog. En ik vind het gewoon... Als bij elkaar maakt hij gewoon echt één goede YouTuber. Dus ik vind Jaraski echt perfect. Als hij van de top 10... Van 1 tot 10 kan scoren, is sowieso een 10. Want ja, hij doet het ook heel lang. En hij doet het gewoon leuk, weet je. Hij blijft groeien. Het is gewoon leuk om naar te kijken. Dus ik vind Jaraski echt super. Hij is gewoon fucking awesome. We gaan naar de volgende vraag, jongens. De volgende vraag is van GamerNL. En GamerNL vraagt, wat zou je doen als YouTube er niet was? En je bent baas. Hey, thanks GamerNL, jongen. Jij bent ook super baas, man. Thanks voor je vraag. Wat zou ik doen als er geen YouTube was? Ik denk dat ik dan nog steeds aan het gamen was. Omdat ik het dan niet, zeg maar, niet kon laten zien aan mensen. Als er geen YouTube was, zou ik denk ik gaan streamen. Want ja, streamen is ook... Dat kan je op Twitch doen. Dat zou ik gaan streamen, denk ik. Ja, en dan daar proberen mee groot te worden en zo. Ja, ik denk dat ik dan zou gaan streamen, though. Of gewoon gaan werken. Ik ga trouwens werken op mijn 15e. Dus ja, ik ga een keer werken. En dat doe ik puur om geld te verdienen. No shit. En natuurlijk voor iets te sparen. Zoals mijn setup uitbreiden en dat soort dingen. Dus ja, ik zou denk ik toch gaan streamen op Twitch. Ja, dat denk ik wel. We gaan naar de volgende vraag. En de volgende vraag is van ongekend goed natuurlijk. Ton, jongens, super als met je ook een vraag heb achtergelaten. En hij vraagt, wat is je lievelingseten? En lievelingseten is heel simpel. Pizza. Pizza is gewoon lekker. Je hebt fucking verschillende. Je hebt super vette, dikke pizza's. Oké, dat klinkt zo raar als je... Ja, oké. Maar pizza is mijn lievelingseten. Ik vind alles... Ik ben niet echt een eter trouwens. Ik eet niet heel veel. En ook niet echt... Ja, ik lust niet zo veel. Dat is het ook meer. Maar mijn lievelingseten is pizza. Dus thanks Tom voor de vraag. En de Q&A zit er alweer op, jongens. We zijn door de vraag heen. Super toffe vraag, jongens. Echt super awesome voor de support. Dat wou ik even zeggen. Vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven. Zou ik het super tof vinden. Abonneer ook op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. En laat natuurlijk jouw nieuwe vraag achter onder deze video. Want we gaan gewoon de hele tijd door met Q&A's. Dan heb ik weer wat vragen voor de volgende Q&A. Dus ik zeg toch bij de volgende video, jongens. Later.